Dit is het Retail Detail Journaal met Stefan van Rompuy. De hoofdpunten deze week: Continental Foods in Spaanse handen, FNG presteert sterk, de start van mei plasticvrij, meer klanten voor Zalando en Walmart test artificiële intelligentie. Continental Foods, de onderneming boven merken als De Vos Lemmens, Royco en Liebig, komt in Spaanse handen. De Catalaanse familiale voedingsgroep Agrolimen uit Barcelona neemt het bedrijf over van investeringsfonds CVC. Beide spelers voerden in 2017 al verkennende gesprekken, maar die bleven toen zonder resultaat. Nu betalen de Catalanen naar verluid meer dan 900 miljoen euro voor Continental Foods, dat zijn hoofdzetel heeft in Puurs en zo'n 400 miljoen euro per jaar omzet. Kledingconcern FNG, het moederbedrijf van onder andere Brantano, CKS en Fred & Ginger, boekte afgelopen jaar voor het eerst een omzet van meer dan 500 miljoen euro. Ook de winst steeg fors. Dat is een knappe prestatie, want de modemarkt heeft het erg moeilijk. De kracht van het bedrijf zit hem in een doorgedreven verticale integratie en in de slimme combinatie van online met stenen winkels. De retailer wil nu focussen op de verdere uitbouw van sterke lokale merken, zoals Brantano en Miss Etam. FNG kijkt bovendien actief uit naar nieuwe overnames. Toch houdt topman Dieter Pennings een slag om de arm. De Belgische kledingmarkt krimpt. Daarom wordt de retailer wat voorzichtiger. Het plan om tegen 2020 wel 50 nieuwe Brantano-winkels te openen, loopt minstens een jaar vertraging op. De actie Mei Plastic Vrij is weer van start gegaan. De sensibiliseringscampagne wil consumenten aansporen om de maand door te komen zonder plastic wegwerpverpakkingen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van herbruikbare drinkbekers en boodschappentassen. Verschillende retailers en merken ondersteunen het initiatief. Ecover spoort consumenten aan om een fles te laten hervullen in verkooppunten met een navulstation. SodaStream wijst erop dat een herbruikbare fles duizenden plastic wegwerpflessen kan besparen. JBC introduceert een herbruikbare winkeltas en gaat de online bestellingen niet langer verpakken in plastic, wel in gerecycleerd karton. En Foodmaker introduceert de herbruikbare Billy Cup drinkbeker in al zijn vestigingen. Met een groei van meer dan 15% heeft Zalando er een sterk eerste kwartaal op zitten. Het aantal actieve klanten ging met meer dan 14% omhoog en het aantal websitebezoeken met bijna 30%. Het modebedrijf wijst op een stijgende bruto-winst, maar het nettoverlies liep wel op tot 17,6 miljoen euro. Om de rentabiliteit te verbeteren, rekent de webshop in steeds meer landen verzendkosten aan voor kleinere bestellingen. Dat is voortaan ook het geval in de Scandinavische landen. Eerder had Zalando die maatregel al ingevoerd in Italië, Spanje, Ierland en Groot-Brittannië. Voorlopig nog niet bij ons dus. Walmart, de grootste retailer ter wereld, test de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in de praktijk. Het bedrijf heeft een drukbezochte supermarkt op Long Island, New York, omgevormd tot een Intelligent Retail Lab. De winkel is uitgerust met een indrukwekkende hoeveelheid camera's en sensoren die op elk moment meten en analyseren wat er gebeurt in de winkelrekken. It's the one of the busiest neighborhood markets in the Walmart format. It's a real store, real customers, real sales. And if we can get technology working in this store, we know that it can have broad application across the Walmart chain. Een eerste concreet project is om het voorraadbeheer te verbeteren in de afdeling vers vlees. Het systeem detecteert automatisch welke producten op welke plek moeten worden aangevuld. Zo hoeven medewerkers niet voortdurend de schappen te controleren. Dat lijkt eenvoudig, maar het is een technologisch huzarenstukje. De sensoren moeten namelijk elk specifiek product in het meubel kunnen herkennen en de voorraad vergelijken met de verwachte verkoop. In een volgende fase wil de retailer met behulp van kunstmatige intelligentie voor zorgen dat er altijd winkelwagentjes beschikbaar zijn of dat er steeds voldoende kassas bemand zijn. De technologie bedreigt volgens Walmart geen jobs. Winkelmedewerkers krijgen meer tijd om met de klanten bezig te zijn. Our contention in the IRL that AI is going to be as transformative to retail as e-commerce was. And so we want to make sure that Walmart's at the vanguard of that, that we're leading the charge. Zo, u bent weer helemaal mee. Volgende week zijn we er weer. Meer nieuws op retaildetail.be.